Voor het eerst in de 14 jaar dat zij bestaat, heeft de Garuda, de Indonesische luchtvaartmaatschappij, een vliegtuig naar Schiphol gezonden. De bemanning van 12 koppen had in haar midden de Indonesische minister van Luchtvaartzaken Iskander, die als co-pilot meereisde. De machine, die zeelieden naar Nederland had gebracht, nam de volgende dag 85 Ambonezen mee terug naar Indonesië. Het was een gezelschap dat bestond uit 11 gezinnen en 3 alleenstaanden. Zij werden op Schiphol door talrijke bedroefde familieleden uitgewuifd. De Ambonezen, van wie meer dan de helft kinderen zijn, reizen op kosten van de Nederlandse regering, die ook voor hun levensonderhoud in de eerste weken in Indonesië zal betalen. Het afscheid viel velen bijzonder zwaar. En het was te moeilijker, omdat de reismogelijkheid naar Indonesië de vertrekkenden eerst korte tijd tevoren was aangezegd. Het straalvliegtuig van het type Convair 990 had een feilloze start. Alle repatrianten hopen spoedig naar hun geboorte-eiland Ambon te kunnen teruggaan.